Als jij dat onderzoek doet in een bepaalde klas, zoals die grafiek die ik daarnet liet zien, dan kun jij bijvoorbeeld die klas typeren. Leerlingen van het zesde middelbaar volgen in 3 auditoria van de Universiteit van Gent proeflessen. Het is een echte les, zoals de studenten die ook krijgen, maar dan opgenomen. Voor de leerlingen die hier zitten is dit een voorproefje, want zij willen volgend jaar allemaal graag naar de universiteit gaan. Ik zou graag criminologie doen. En wat vond je van de les nu? Super interessant. Ja, het is helemaal anders dan de secundaire school. Ja, het gaat veel sneller en je moet opschrijven en ondertussen kijken. Dus ja, het is wel wat moeilijker. Normaal worden die proeflessen pas in de paasvakantie georganiseerd. Maar nu begint de universiteit er voor het eerst al in november mee. Wij merken dat in de paasvakantie leerlingen eigenlijk al heel ver zitten in hun studiekeuzeproces. En wij vinden het heel belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk al een beeld krijgen van wat academisch onderwijs inhoudt. We willen hun bewust laten worden van hun eigen leren. Hoe leer ik nu en wat verwacht men dat ik dat doe of hoe ik dat doe aan de universiteit? De leerlingen kunnen vandaag anatomie, sociologie of wiskunde volgen. En na de les krijgen ze ook examenvragen. Het examen is er eentje dat waarheidsgetrouw is. Dus dat betekent, het ziet er analoog uit zoals dat je het ook voor het examen van dit vak anatomie in het echt zou krijgen. Moeilijk, echt moeilijk. Ja, zeker omdat je zo nog niet echt hebt kunnen leren. Dus je weet ook niet waar je juist allemaal kunt terugvinden. Dus ja, moeilijk. De universiteit hoopt dat door deze lessen minder leerlingen de verkeerde studiekeuze zullen maken.